mijn culturele worsteling een iets wat de grote vorm begon aan te nemen. Ja, dat is me wel duidelijk. Ja, nou ja, als je er zo op focust, wordt het wel lastig natuurlijk. Niet op gaat letten wat mensen van jou vinden, want anders word je zelf gek. Iedereen neemt toch wat van elkaars cultuur over. Wie bestelt er nu niet een broodje kaas of een bakkabana? Neem nu de Rotterdamse wijk, het Oude Westen. Daar wonen mensen van maar liefst 85 verschillende nationaliteiten bij elkaar. Op elkaar, naast elkaar, schuin tegenover elkaar. Daar is iedereen toch anders. Niemand merkt de verschillen meer op. Of toch niet? Ik ga het uitzoeken. Han, jij bent hier ook geboren en getogen, hè? Ja. Maar vroeger was het een heel erg blanke buurt, hè? Ja, heel veel, ja. Dus jij hebt het ook zien verkleuren, zeg maar. Ik heb het zien verkleuren, ja. Maar dat was als kind niet meer stil. Want vanaf welke leeftijd kwam je in aanraking met de buitenlander? Toen ik 15 jaar was. Ik een beetje mocht gaan stappen van mijn ouders. Nou, wij hadden een LSD-kroeg. Dat woont op de Kruiskade, aan de oneven kant, en die eindigde op de Krotsingel. Maar onze eerste koe was een Surinaamse koe. En dan gingen we gewoon naar binnen en zaten alleen maar Surinamers aan de boy. Daarnaast zat ook een koe, maar die meiden we altijd, omdat die eigenaar, die had een vrouw, die zat altijd aan de boy. Want die had altijd zo'n kop had hij. Dus we liepen gewoon die koe, we liepen die koe voorbij en dan gingen we hier naar binnen toe. Daar was het gezelligste van de hele wijk. Ja, wij vonden het gezellig. Ja. Omdat we het nu meemaakten. Aan de bal hangen, de pikdonker en de jukebox. En dat was een hele mooie jukebox was dat. Maar was het ook een beetje gezellig omdat het anders was dan dat je gewend was? Ja, ja, je maakt dat niet mee. Dit. Want je kwam... Kijk, later zaten we natuurlijk vaak elke week erin. Maar de eerste keer hadden we een beetje, waren we een beetje bang van natuurlijk. Omdat het pikdonker was en dan zat de mensen aan de boy. En dan en dat, nee, we zeiden wel, ze waren naar binnen gaan of niet naar binnen gaan. Suriname zag je niet veel op de Kruiskade. Dus je was altijd wel een beetje pagers ervan. Maar ja, als je daar niet binnen zat, was je zo gewend. Dag. Goedemiddag. Woon je hier in deze wijk? Ja. Woon je al 4 jaar? Misschien nu 1,5 jaar? Niet meer. Niet meer? Nee. En wat doet u hier dan? Boodschappen en eten. Kom ik regelmatig. Gewoon een broodje, eventjes een beetje lopen. Goed, je kent heel hier goed shop, hè? Ja, maar dat vooral, de dingen van het Caribisch gebied. Hè? Ik ben de Boekenbuf. Ja, ja, ik woon al heel lang hier in de straat. Niet hierboven, hoor. Dat denken een heleboel mensen. Ik woon hier achter de lantaarnvondsteen. Oh, hierboven? Ja. Ik ben hier om de hoek. Mijn derde tot mijn 13e opgegroeid. Hoe is het om hier te leven tussen 85 verschillende nationaliteiten? Daar wordt in de media altijd een hoop ophef over gemaakt. En ik moet zeggen dat ik daar op geen enkele manier een probleem mee heb. Ik woon hier al zo lang, ik weet niet beter. Nee, is eigenlijk beter, weet je. Dan ben je meer met elkaar bezig, weet je. Dan ben je niet bezig van ja, Turken hier, Marokkanen daar, Suriname daar, Nederlanders daar. Hier zit je met z'n allen in één wijk. En je praat ook met z'n allen. Nou, je leert de mentaliteit en de cultuur wat beter kennen. Dus ook daardoor respect, zeg maar, weet je wel. Ze wonen met elkaar, ze leven met elkaar. En ik vind dat heel mooi gaat hier. Dat het allemaal mooi in balans is. Als je contact met elkaar hebt, heb je er ook geen probleem mee, denk ik. En als je van buiten de stad komt en je ziet zo'n wijk als dit... Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze, doordat ze dat niet gewend zijn, ze gaan denken dat er dan allerlei polariserende problemen zijn. Sommige mensen die dus buiten Rotterdam wonen, zeg maar het platteland, die schrikken nogal als een paar donkere mensen zien. En als ze dan hier in de winkel komen, bijvoorbeeld bij mij konijntjes brengen of pakketjes die bij hun gefokt zijn, dan zit het vol mee. Een leuke mens en aarde. Wat merk jij ervan dat hier 85 verschillende nationaliteiten wonen? Ja, eigenlijk niks. Ik zie soms wel eens iemand voorbij lopen in een raar pak uit Afrika. En dan denk ik bij mij, oh, moet je eens kijken, dat zie je echt nergens, weet je wel. Als ik naar het raam kijk, dan zie ik vaak Chinese of Turkse of Surinaamse mensen vaak langs lopen.
Ja, als je met ze praat, dan hoor je het natuurlijk. En je merkt het wel. En iedereen heeft zijn eigen ding. Die dingen doet, hoe die is. Dus je merkt het wel. Ja, Frans geld, Duitse geld, Belg geld, Marokkaans geld. Aan de eetzaakjes bijvoorbeeld. Aan de mensen die op straat zien lopen. Aan de verbastering van de taal. He, want je merkt wel heel erg goed dat bijvoorbeeld jongelui, en ik ben er zelf ook partijdig van geweest, dat ik merkte dat ik toch wel meer met een Surinaamse accentje ging praten, of meer met een Marokkaanse dingetjes en zo. Weet je wel, daar merk je dat aan. En het is, ja, op zich is dat niet slecht natuurlijk, weet je wel. Het zegt wel heel veel, maar het is wel heel erg naar voor de Nederlandse taal. Ik leer ook voor allemaal. Dus ja, wat heb je zo al geleerd? Nou, hun eten. Koekjes en snoepjes. En ja, hun talo. Is dat belangrijk ook dat je dingen van elkaar overneemt? Of? Ja, je hoeft niet echt alles over te nemen of zo. Maar het is wel belangrijk dat je sommige dingen wel kent. Want niet iedereen praat even goed Nederlands. Dus ja, dat is wel belangrijk dat je toch wel een beetje begrijpt. Kwamen er ook nog Marokkanen en Turken en van alles wat? Ja, later pas. Veel later? Ja, veel later pas. Over welke tijd praten we dan ongeveer? Nou, kijk, in 75 kwamen ze naar ons wonen. En keek u dan ook bang uit het raam van, wie zijn dat nou weer? Nou, we hadden wel overlast van, want bij ons werd altijd naar ons, op de wandelaar, werden de granalen gepeld. En dan had je overlast van de zomers. Van de stokkerstijl en een vlieroverl zat je gewoon. En mijn moeder zei dan van, joh, die ging dan in Marokkaanse familie toe om uit te leggen van, dat we overlast van hadden. Nou, daar schreef ze mee uit. Ze stopte er meteen mee? Ze stopte er meteen mee. Maar later ging ze toch wel verder weer. Ja. En toen? Wat deden jullie toen? Nou, toen ze weer verder gingen. Weer opnieuw klagen. Weer opnieuw klagen, maar ja. Mijn moeder die was alleen ook. En dan denk ik bij haar, ja, ik kan maar blijven klagen, maar dat hadden we dan toch niet van. Toen even later kwam die oudste dochter naar beneden toe om te zeggen om mijn moeder even op tv-visite wou komen. Ja, zei ze zeker om vanavond te bellen. Nee. We begonnen even praten erover. Nou, hebben ze gepraat dan. Nou, andere dag werd er regionale meer geplukt. Maar verder was een aardige familie. Wat moeilijk was dat je zat dikwijls op visite daar zo. Op thee. Want dat was een keer toch graag thee daar. Niet meer op straat? Nee, wel om 62 jaar. De bewoners van het Oude Westen die merken niet echt dat ze met mensen van wel 85 verschillende nationaliteiten samenleven. Ja, ze merken wel af en toe wat van het uiterlijk en de verschillende talen die gesproken worden. Maar verder niet echt. Ja, je merkt het wel. Ik weet nog niet genoeg van deze wijk. Dus misschien moet ik maar op reis gaan en verder gaan uitzoeken hoe die multiculturele samenleving werkt. Maar niet voordat ik een lekker broodje heb besteld. Meneer. Oh, hallo. Ja. Mag ik een broodje kaas en een bakkabana? Oké. Okay. Kaas? We hebben geen kaas, hè? Geen broodje kaas. Oh, dat is jammer. Ja, bakkabana is er wel, maar geen broodje kaas. Oké, okay. Nou doet u mij dan maar een broodje kip.